Dankjewel Lilian. En dank voor jullie komst. En dankjewel voor de ontzettend fijne samenwerking de afgelopen weken. Want in alle stilte hebben onze fracties aan een progressief oppositieakkoord gewerkt. Zoals ik dat hier nu bij me heb. En daar ben ik trots op. Dit akkoord, dit progressieve akkoord, is een belofte aan de kiezer. Het is de belofte van samenwerking. De belofte tussen twee partijen die veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze van elkaar verschillen. En in plaats van elkaar te bestrijden, voegen we nu de krachten samen. Het is de belofte van niet meer genoegen nemen met kleine veranderingen, terwijl we weten dat het economisch systeem niet meer werkt. Want de gemeenschappelijke analyse die ter grondslag ligt aan dit akkoord is één en dezelfde. Het is de analyse dat bijvoorbeeld postbezorgers, die worden uitgebuit, we zien ze allemaal nu door de straten rijden, dat daar dezelfde oorzaak aan ter grondslag ligt als waarom de aarde wordt uitgebuit en de CO2-uitstoot stijgt. Ons economisch systeem werkt vooral voor iedereen die al heel veel geld heeft en niet voor al die anderen. En dat is wat ons bindt. En met dit akkoord presenteren wij vandaag een alternatieve visie. Doelstellingen op basis van het idee van brede welvaart. Want alleen economische groei of werkgelegenheid zeggen niet zoveel. Oké, de economie groeit, maar wat zegt dat over ons bestaan? Zegt het iets over de kwaliteit van onze samenleving en onze voorzieningen? Als de economie groeit, gaat het dan beter met ons klimaat of juist slechter? En hetzelfde geldt voor hoe je kan kijken naar werkgelegenheid. Die kan heel goed zijn en die kan omhoog gaan. Maar wat zegt het over de kwaliteit van arbeid? Wat heb je aan topwerkgelegenheidscijfers als er nog steeds 1 miljoen mensen in dit land eigenlijk niet kunnen rondkomen van het salaris dat ze verdienen? En als ze ziek worden, er helemaal alleen voor staan? En daarom presenteren wij dit akkoord. Dit akkoord kijkt breder, kijkt verder, gaat weg van de hectiek van alle dag. Wij zijn pas tevreden als de dakloosheid in Nederland is opgelost, want iedereen verdient een huis. Wij zijn pas tevreden als de biodiversiteit is toegenomen. Wij zijn pas tevreden als we klimaatverandering echt stoppen, doordat de CO2-uitstoot gaat dalen. Iedere verkiezing opnieuw wordt je verandering beloofd, maar krijg je meer van hetzelfde. En dit jaar is dat meer waar dan ooit. Want over een paar weken, fingers crossed, staat het oude kabinet weer op het bordes. Het is de voortzetting van de oude coalitie. Maar ik beloof u bij deze, u krijgt niet dezelfde oppositie. Want wij gaan het anders doen dit keer. Concreet betekent het akkoord 3 zaken. Allereerst is dit onze gedeelde agenda waarlangs onze fracties de komende tijd in samenwerking in het parlement, maar vooral ook daarbuiten, met plannen zullen komen om deze doelstellingen te realiseren. Op de tweede plaats is dit akkoord een meetlat, waarlangs wij de plannen van het kabinet zullen beoordelen. Kijk, uit allerlei lekkages rondom de onderhandelingen wordt al duidelijk dat er heel veel geld uitgegeven zal worden aan onderwijs en stikstof en naar klimaat. Allemaal prima, maar wij gaan niet kijken naar de hoogte van bedragen. Wij kijken naar de impact. Of systemen erachter ook echt veranderen. En of de doelen die we hebben geformuleerd ook echt gehaald zullen worden. En ten derde is dit akkoord een belangrijke boodschap aan Nederland en aan het kabinet. Ons speel je niet uit elkaar. Als u wil onderhandelen over de plannen en de doelen die hier in dit akkoord staan, dan moet u dat met ons beiden doen, of we doen het niet. Wij laten ons niet uit elkaar spelen. En dan tot slot. De eerste zin van dit akkoord zegt: vooruitgang is mogelijk als mensen samenkomen. En vandaag komen wij samen en markeren we daarmee een nieuw begin. Een progressieve alliantie voor verandering. En het beste, dat moet nog komen. Dankjewel.